Goedenavond, dames en heren. Wauw, echt wel veel mensen. Dat is echt super tof. Dank jullie wel. Welkom op de Grote Markt bij de Naakte Waarheid. We hebben voor jullie iets heel frappants vanavond. We hebben echt een primeur. Wij hebben namelijk het virus geïsoleerd. En we hebben het voor jullie allemaal meegenomen om het hier tentoon te stellen op de Grote Markt. Maar jullie hoeven niet bang te zijn. Het is niet echt iets om bang voor te zijn. Maar er gebeurt hier nu wel even wat. Oh. Het is de naakte waarheid. Maar even wachten hoor, ze is eigenlijk helemaal niet naakt. Zien jullie dat? We hebben nog wat werk te doen, geloof ik. Kun jij mij even meehelpen? We moeten eventjes we moeten hier wat aan gaan doen, want we kunnen niet de hele naakte waarheid zien op dit moment. Anderhalve meter afstand. Ja, volgens mij hebben we dat allemaal wel eens vaker gehoord. Dat is een van de eerste regels die doorkwam. Afstand houden is heel belangrijk voor het tegengaan van het coronavirus. Maar klopt dat eigenlijk wel? De gemeente die wil in ieder geval wel dat wij hier iedereen er eventjes op attenderen dat ook hier op de Grote Markt, buiten in de buitenlucht, geldt de anderhalve meter regel. Dus ik wil jullie toch allemaal verzoeken, het is niet namens ons, maar in ieder geval namens de gemeente, om daar waar mogelijk die anderhalve meter afstand een beetje in acht te nemen. We zullen ook met wat mensen door het publiek heen lopen hiervoor af en toe, als het toch niet goed gaat. Want het verlangt de gemeente van ons en anders dan mag deze samenkomst niet gebeuren. Hoe ver is het eigenlijk bewezen dat zoiets werkt? Nou, wij vinden dat er eigenlijk helemaal geen onomstotelijk bewijs voor is dat zo'n anderhalve meter werkt, al helemaal niet in de buitenlucht. En dat is wat ons betreft een deel van de naakte waarheid. Horeca is een bron van besmetting. Ja, dat is ook zo'n stelling. Horeca is een bron van besmetting. Ja, vorig jaar op 15 maart, als jullie het nog weten, ging Nederland ineens op slot. Dus ook de horeca. Ik vond het wel een beetje gek. Achteraf bleek dat ongeveer 2,6% van alle besmettingen die toen plaatsvonden, die kwamen toen uit de horeca. Of die vonden plaats in de horeca. Dus ja, maar het was wel het eerste wat dicht moest. En toen de horeca dit jaar weer open mocht, mochten we ineens testen voor toegang. Testen voor toegang. Dus wat gebeurt er dan? We gaan gezonde Nederlanders die gaan zich laten testen. Nou, er zijn ook wat vals positieven bij en er zijn ook wat mensen die misschien ook echt positief testen. Maar je krijgt dus veel meer besmettingen op je getallen. En toen was het ineens weer paniek. Dus toen kon het niet meer. Ja. Als er dan zoveel wordt getest met de PCR-test, die eigenlijk niet bedoeld is hiervoor, en met antigeentesten die ook niet toereikend zijn als een diagnose, ja, liepen de besmettingen dan ook heel erg rap op. En dat is ook de naakte waarheid. Ben ik een beetje goed te horen achterin? Ja. Oké. De volgende stelling. Mondkapjes beschermen ons. Mondkapjes beschermen ons. Ja, dat zeggen ze tegen ons, maar klopt dat eigenlijk wel? Er zijn genoeg onderzoeken te vinden die eigenlijk zeggen dat het helemaal niet zo is. De overheid lijkt het zelf ook niet echt helemaal te weten. Zo was het vorig jaar aan het begin echt niet de bedoeling dat alle burgers met een mondkapje gingen lopen. En binnen de kortste keren hadden wij ineens een mondkapjesplicht. Dus ja, het is een beetje flip-flop met advies en dan is het weer dit en dan is het weer dat. Wij hebben het idee dat zelfs de overheid niet weet wat daarin de waarheid is. Wij denken persoonlijk dat het niet zo helpt, de mondkapjes. En dat is de naakte waarheid, dames en heren. Test, test, test. We zijn er eigenlijk een beetje mee doodgegooid. We moeten allemaal testen, testen, testen. Het wordt wel steeds spannender hier, hè? We gingen allemaal testen. Niet alleen mensen met klachten, maar ook kerngezonde Nederlanders die zich ineens moesten testen. De teststraten schoten als paddenstoelen uit de grond. Die passen nu in het normale straatbeeld. Maar hoe betrouwbaar is die test? Daar wilden wij het wel even over hebben, met deze hele mooie groep mensen hier.
Vorige week kwam er toevallig in het Science Magazine, dat is een vrij gerenommeerd blad, heb ik begrepen, een artikel uit waarin staat dat ze binnenkort een PCR-test op de markt gaan brengen en die gaat onderscheid maken tussen corona en de echte griep. Ja, ik dacht eigenlijk dat dat al de hele tijd gebeurde. Volgens mij dacht iedereen dat hier wel, dat de PCR-test dat onderscheid zou maken. Maar dit is eigenlijk al een klein voorbeeldje waarmee wij willen aangeven dat zo'n test misschien wel helemaal niet betrouwbaar is. En dat is ook de naakte waarheid. Lockdown redt levens. Oei. Ja, daar hebben ze goed over nagedacht, vinden ze, bij de overheid. Vanaf 15 maart 2020 ging Nederland in een lockdown. Het was om onze zorg te ontlasten en de meest kwetsbaarsten te beschermen. Ze wilden daarmee levens redden. Ze hebben daar zelfs berekeningen op losgelaten. En de overheid die wilde hiermee volgens de modellen 100.000 levensjaren redden van de corona. Nou is jammer genoeg achteraf gebleken dat door alles wat erbij komt met die lockdowns, alle andere gevolgen van zo'n lockdown, ik bedoel ziekte, verslaving, depressie, zelfmoord, huwelijken die uit elkaar gaan, huiselijk geweld. Er zijn zoveel dingen gebeurd waardoor levensjaren verloren zijn gegaan. Tegen 100.000 levensjaren die gered zijn, gingen er wel 620.000 levensjaren verloren met deze lockdowns. En dat, dames en heren, is de naakte waarheid. Ja, en dit is ook zo taai, hè? Alleen het vaccin kan ons redden. Dat is het enige wat ons kan redden, wordt er gezegd. Maar is dat wel de ware naaktheid? Of de ware naaktheid? De naakte waarheid? Groepsimmuniteit, dat was aan het begin was dat het doel. Hè? We moesten groepsimmuniteit krijgen. We moesten het virus laten uitrazen onder de sterken om zo de zwakkeren te beschermen. Dat was het idee. Maar ja, nu ineens niet meer. Het valt mij op dat we het al heel lang niet meer hebben over hoeveel mensen er daadwerkelijk doodgaan. Maar we hebben het alleen nog maar over besmettingen. Besmettingen. Ze zeggen ook, of je laat je vaccineren, of je wordt ziek. Er zijn trouwens heel veel gangbare behandelingen die ook kunnen werken tegen corona. En dat wordt eigenlijk niet, dat mag je niet eens benoemen soms. En wij denken dat er dus toch andere mogelijkheden zijn om hiervan af te komen. Niet alleen het vaccin. En ook dat is de naakte waarheid. De stelling, er is een pandemie. Er is een pandemie. En voor de meeste mensen is dit virus helemaal niet zo gevaarlijk. De meeste mensen die zullen gewoon na dit virus gewoon vrolijk verder leven. Natuurlijk is het vervelend, hè, als er iemand overlijdt aan een virus of aan wat dan ook. Maar is er eigenlijk wel sprake van een pandemie? Nou, vroeger was dat niet zo. De vroegere definitie van een pandemie was gebaseerd op het sterfteaantal bij een grote pandemie. Maar tegenwoordig is dat alleen maar, ze hebben de definitie veranderd in 2009. En tegenwoordig berekenen ze dat in besmetting. De hoeveelheid besmettingen kan nu iets een pandemie maken. Ja, dat vinden wij toch allemaal een beetje jammer. Met die omschrijving is zelfs een simpele neusverkoudheid ook al een pandemie. En ook dat is de naakte waarheid. Oh, maar waarheid, je bent nog niet helemaal onthuld, hè? Je bent nu al lekker aan het feesten, maar we hebben nog één heel belangrijk ding aan het publiek mee te geven. Dat willen we toch ook nog even doen. Kun je nog even terug op je plaats? Even de waarheid op haar plaats zetten. Eén heel belangrijk ding, die hebben we dan ook speciaal voor het laatste bewaard. En dat is, alleen de waarheid kan ons redden. Dat is het allerbelangrijkste. De waarheid die kan ons redden, ja. Dat is ook de naakte waarheid. Dus mensen, willen wij de naakte waarheid zien?
Oké. Dat waren Barbara, Bram en René. Maar, beste mensen, het is nog niet voorbij, want er komt een tweede ronde. De discussieronde, of de vragenronde. Wij gaan zo hier wat tafeltjes neerzetten. Daarachter gaat plaatsnemen ons panel. En jullie in het publiek, als jullie vragen hebben, opmerkingen, kritische kanttekeningen, kom er gerust mee. Kom dan graag naar voren, naar de microfoon. Als je niet bang bent voor microfoons, of voor mij, dat kan ook. Zoals voor jou. Schroom niet, kortom. Zouden we spelen? Ja. Oké. Joke gaat nog even een mooi stukje muziek doen. Oh, de tafeltjes staan er al. Dat gaat heel snel. Ik geloof dat we dat niet helemaal goed hebben getimed. Maar wacht eens toch even op het panel. Hoe vonden jullie het tot nu toe? Is die daar altijd? Ja. Leuk, hè? Zeggen, het gaat dan specifiek om de 7 stellingen die aan de waslijn zijn komen te hangen. De 7 onderwerpen. Als daar vragen of opmerkingen over zijn, kom gerust. Moet ook een slokje water. Is het ook niet om die discussie te gaan?